De Stijlberg, groep 6b. De jonge arbeiders. Ergens in een land, hier ver vandaan, werken kinderen in een fabriek. Iedere dag moeten ze kleren maken, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Vaak hebben ze honger, want eten is er maar heel weinig. In de landen waar ze onze kleren dragen is superveel eten. Ze eten daar 's ochtends en 's avonds. En 's middags eten ze vaak op school. Want alle kinderen gaan naar school en geen één kind hoeft te werken. En toen zag ik zelfs een keer op tv dat de kinderen het brood gingen weggooien. Alleen maar omdat ze dingen wilden die nog lekkerder waren. Ze gingen zich helemaal volstoppen met snoepjes. Nederland eet ze zoveel snoep dat ze er zelfs misselijk van worden. Oh, dat is echt flauw. Ja. Wat is hier nou aan de hand? Iedereen is snel aan het werk. Als de baas binnenkomt met zijn mond voor eten, kan één van de kinderen zich niet meer inhouden. Het is niet eerlijk, wij willen ook eten. Dacht het niet. Aan het werk. Moeten ze dan geen straf hebben dan? Ja, tuurlijk! Voor straf krijgen jullie geen eten en salaris. Toedels! Oh nee! Nee! Dit is oneerlijk! Michelle voelt zich heel schuldig dat nu niemand eten heeft en dat niemand betaald krijgt. Sorry jongens, door mij krijgen jullie geen geld en ook geen eten. Dat is helemaal niet jouw fout, dat is de fout van een stomme baas. Jongens, ik zou echt een olifant op kunnen. Eenmaal thuisgekomen moet George vertellen dat hij niks verdiend heeft. Zijn vader en moeder zijn heel arm en hebben het geld hard nodig. Wat? Helemaal niks? Zelfs je zusje heeft geld verdiend. We hadden om eten gevraagd, maar we kregen helemaal niks. Het is alleen straf. Om eten gevraagd? Heel erg brutaal van jou. Nu mag je zonder eten naar bed. Hij heeft nog steeds honger. En morgen moet hij weer werken.